Welkom bij Podium Bollestreek. Goedenavond. Uh, het kunst- en cultuurprogramma van Bollestreek Omroep. En dat doen wij uh, met de kunstwereld samen en de cultuurwereld. En vanavond hebben we twee gasten. Uh, beide muzikaal. De eerste ga ik zo meteen aan jullie voorstellen. Dat is Nadine Stolk. En de tweede, dat is over 25 minuten ongeveer, is uh, Hug. Hugh, die komt iets vertellen over het Voorhoudskamerkoor. Gaan we zo horen en zien. Maar eerst uh, Nadine. Goedenavond. Goedenavond. We hebben net gezegd dat het goedenavond moet ja. zijn. Dus ja. dan moeten we ook goedenavond, goedenavond. zeggen. Goedenavond. goedenavond. Is het Nadine of Nadine? Het maakt niet uit. Dan zeg ik Nadine. <laughs> Nadine Stolk, uh, jij bent directeur van het Hillegomse. Nou, zeg het zelf maar. Ik ben directeur van de Hillegomse Muziekschool. Van de Hillegomse Muziekschool. Ja. En dat doe je fulltime? Dat doe ik fulltime. Sowieso, zo, ja. zo. nou ja. dat is al uh, heel wat. Dat, ja, dat en, klopt. Ja. En wat zijn dan zoal je taken? Um, nou. Van het uh, postertje ophangen, van het uh, jaarlijkse pepernotenconcert, tot het maken van de begroting, tot uh, uh, praten over de subsidie, van alles. Oké, okay, ja. dus ja. heel allround. Heel allround, En heb ja. je daar ook, uh, ja, misschien een uh, privévraag, heb je daar ook een opleiding voor genoten? Um, ja, dat heb ik okay. ja. ja okay. Ik heb uh, oorspronkelijk uh, blokfluit gestudeerd aan het conservatorium, ja. dus ik ben eigenlijk uh, docent, mm -hmm. uh, muziekdocent. Ik heb een uh, daarnaast heb ik uh, master uh, uh, muziekpedagogiek gedaan. Ja. En uh, en ik ben uh, uh, nou, bijna een jaar geleden afgestudeerd in uh, bestuurswetenschappen. Kijk, ja. Kijk, ja. Een dus ik ben dame. eerst uh, directeur geworden en daarna dacht ik, nou misschien moet je er ook uh, nog iets voor leren. Ja, 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 <laughs> ja. Ja. Maar goed, voorop staat dat je muzikaal bent, ja. is dat al van jongs af aan? Ja, dat hebben we thuis ook wel heel erg meegekregen. Okay. Van jongs af aan. Uh, mijn moeder heeft altijd heel veel met ons uh, gezongen en muziek gemaakt. Ja, 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 ja. En, uh, ja, dus dat is er wel, wel van jongs af aan wel. Uh, Oké, okay. en was dat in ieder geval? Nee, het was niet een hele Nee, Ik kom van, van Goere Overvlakke. Okay. Zuid-Hollandse eilanden. En is dat een heel muzikaal eiland? Dat is, dat is wel een heel muzikaal ja, eiland. Ja, toevallig. Nou, zijn dan? We, dan? Hoe ja, dan? weet ik niet. Zijn er zijn wel heel veel mensen die muziek maken. Dus dat is wel iets wat. Uh, Hoe -orkesten, wat, uh, of moet orkesten? Of waar moet ik dan aan denken? Uh, nou, ook uh, Harmonie van Varen, inderdaad. Ja. Maar ja. ook wel heel veel, ook veel kerkmuziek. Oké. Okay. Dus, uh, dus ja, wel heel afwisselend. Ja, 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 ja. Ja, maar in heel veel gezinnen uh, is, of was, ik weet niet of dat nog steeds zo is, want ik woon daar niet meer, maar uh, was muziek altijd wel een, een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Kerk speelt ja. een belangrijke rol. Ook, ja. Okay. ja. De kospel dus? Eigenlijk. Ook, ook, maar ook uh, uh, echt oud muziek. Bach, okay. dat, dat is ook wel mijn. Uh, wereld en waar mijn uh, muzikale hart ligt. Okay. Ja, de muziek nou, van Bach, dat... ja. Nou, dan moet je straks ja. maar even blijven zitten als de volgende gast. Ja, uh... dat ik zag het stiekem ja, al. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja, ja. 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 Oké, okay, nou je zei, je vertelt net dat je in, de, in uh, Op Goeree Overvlakke, Op Goeree Overvlakke bent geboren, hè? Ja. Op, op, ja. Ja. Uh, En dan, daarna ben je erg om getrokken. Uh, ja. wat, was dit de functie die je trok? Um, ik directeur werk... van de, van de Hellegromse muziekschool? Nee, ik werkte hier al als, als muziekdocent. Okay. Uh, ik studeerde nog toen op dat moment in Den Haag aan het conservatorium. Ja. Ik werkte een paar uurtjes hier en, um, ja, en toen, kwam, toen ging de vorige directeur weg. En, ja, en ik werd eigenlijk gevraagd van, joh, is dat niet iets uh, voor jou? Toen dacht ik, um, ja... Zeker, maar wel een beetje. Ik ben wel een beetje jong, dacht ik toen. Maar uiteindelijk, uh, nou ja, joh. Uh, er staan, uh, ik, ik heb een heel goed bestuur. Nu, maar toen ook. En er zijn allemaal mensen die ontzettend goed geholpen hebben om gewoon te groeien ook in, uh, in mijn rol. Daar heb ik alle kansen altijd voor gehad. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, ja. En uh, op die manier, uh, ja. De, in het begin dacht ik, ik speel dat ik directeur ben. Nu denk ik, nou, nu ben ik het ook wel Je echt. U bent ook directeur. Ja. Oké, okay, okay, leuk. Terug naar de Hillegomse Muziekschool. Ja. Die bestaat? 40 jaar dit jaar. 40 jaar? jaar. Ja. ja. En, het, en dat hebben jullie gevierd? En dat hebben we gevierd, ja. Zijn, ja. Er, ook, zijn er ook beelden van? Er zijn beelden van, als ja. het goed is. Zullen we even kijken? Ja. Nou, ja. Dit, dit is, dit is een, een jonge telg. Ja, dit zijn beelden van iets anders overigens. Okay, nou, dat is ook heel leuk. We, we, we schakelen gewoon we even, gaan door. even door. En, en als we er zijn waar jij wil zijn, dan, dan, dan is dit ja. hier? dit is het. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja, we hebben een uh, weekend gehad waarin ja. we ons jubileum hebben gevierd. En wat ontzettend leuk ja. was... Wanneer was dat? 5 en 6 november. Oké, okay, En heel een paar weken geleden. Ja, en uh, wat heel leuk was, is dat uh, in Hillegom was er ook een ander feest uh, Want er uh, werd 300 jaar ambachtsheerlijkheid gevierd. Weten wij alles van en... bij Bolles en Nou, ja, hartstikke ja, ja. mooi. Is hier iemand geweest? Dat die weet je, ik. Ja. Verteld nou, en uh, wij hebben daar ons jubileumfeestje op aan laten sluiten. Omdat dat toch wel heel erg leuk was ja. om dat uh, onderdeel uh, van de, de feestelijkheden te laten Zeker. zijn. Zeker. Nou, en, nou vertel en, uh, wat we zien. Ja. Dit is uh, een van onze ensembles waarin uh, allerlei volwassenen spelen op allerlei soorten blokfluiten. En uh, die hebben opgetreden in uh, de Culturele Raad in, uh, in Hillegon. Ja. En uh, dat, was, dat is een van de, van de optredens geweest. Okay. Wat wij heel graag wilden in, uh, om ons jubileum te vieren was. en vieren dat we 40 jaar bestaan. Uh, maar ook vooruitkijken, want uh, we willen als muziekschool. Beetje een andere route inslaan, niet alleen op educatiegebied uh, actief zijn, maar ook ons inzetten uh, in het dorp, in de samenleving om muziek als middel te gebruiken okay. om, uh, nou ja, allerlei, allerlei andere dingen te bereiken. Want, is ja. dus nog, was dus nog niet zo? Uh, was wel zo, maar in kleinere mate. En nu hebben we echt gezegd, daarom ben ik sinds een jaar ook fulltime directeur. We gaan erin investeren, want we vinden het heel belangrijk dat muziek ook gebracht wordt. Um, in de zorg, ja. um, in combinatie met uh, welzijnswerk ja. en uh, met jongerenwerk ja. in uh, basisscholen. Ja. En uh, dus daar proberen we in te investeren. En daarom vonden we het ook juist zo mooi om in dat weekend van die 300 jaar ambachtsheerlijkheid te zeggen: joh, we gaan nu laten zien dat we niet alleen muziekschool zijn op onze eigen locatie. Aan de van de Endelaan, maar dat we een muziekschool zijn die overal in het dorp aanwezig is. Okay. Dus we hadden op verschillende plekken een activiteit en dit was er één van. En heb je daar al, want we zijn nu een paar weken later, ja. heb je daar al iets meer over gehoord? Vertel vertel daarover? Of. of. Ja, het is eigenlijk um, uh, zo heel mooi, met een heel mooi ziek woord. Een heel schitterend mooi beleidsplan. wat ik heb geschreven. waar ja, 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 ja. we de komende vier jaar mee ja. aan gaan werken. En dit was de, de aftrap. Okay. En uh, er lopen ook de afgelopen, het afgelopen jaar lopen er al een aantal pilots ja. ook in die richting. Ja. En, uh, zoals bijvoorbeeld de samenwerking met Welzijnskompas. Ja. Dus, uh, welzijnsorganisatie in Hillegom en Lissen. Ja. Uh, dus dus daar er zijn al dingen die lopen. die gewoon weer verder gaan nu. Zullen we even verder kijken? Ja. Wat is dit? Ja, dit is een van mijn uh, docenten, een drumdocent. En uh, die heeft een uh, uh, body percussion workshop gedaan. Uh, tijdens dat weekend. Tijdens dat weekend. Ja. Uh, in, uh, in het, uh, bij de Hillegomse Harmoniekapel. Dat is uh, de Harmonie van Varen waar we mee samenwerken. Is Hillegom zo'n muzikaal dorp dan? Ja, nou ja. ja. Want ik hoor heel ja. veel dingen van de Hillegomse dit, Hillegomse dat. Uh, ja. Wel leuk ja, dan. Ja. ja. Ja, het is een ontzettend mooie vereniging. Het is een vereniging waar we ook al heel veel jaar mee samenwerken. Ja. Hoeveel jaar durf ik niet te zeggen. Maar die vereniging bestaat al veel langer dan dat de muziekschool bestaat. Okay, langer dan 40 uh, jaar. Dus. Ja. ja, en uh, wat zo leuk is, is dat zij een heel groot orkest hebben. Waar ze, waar ze heel vaak ook mee optreden. Maar ze hebben ook een opleidingsorkest. Dus kinderen die een muziekinstrument willen leren bespelen. krijgen bij ons op de muziekschool les van onze docenten. En gaan dan uh, ook één keer in de week in het opleidingsorkest meespelen. Zodat ze ook leren hoe het is om samen muziek te maken. En dat is ontzettend leuk. Het is een ja. hele mooie samenwerking. Dus dus die moesten ook wel een plek krijgen ja, 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 in ja, ja, het jubileum tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ik zie, geen, uh, ik zie geen drumstellen. Nee, nee, nee. Die nee. staan helemaal achter in het orkest. Okay. Dit is we, wat we heel graag wilden, was. Uh, het is hartstikke leuk als mensen in de zaal allemaal leuk gaan ja, zitten het is die en body, luisteren. Zijn, ja. hè? Maar ja, wij ja. wilden heel graag dat die mensen die aan het luisteren waren, ook gewoon zelf muziek gingen maken. Dus ja. als grote verrassing uh, ging de drumdocent uh, na de pauze uh, op de box, zoals dat heet, staan. En uh, die zei: joh, we gaan nu. Uh, allemaal meedoen en uh, we gaan met z'n allen muziek maken. Ja, en toen ja. zag je ook echt ook alle opa's en oma's heel enthousiast meedoen. Dat was echt een heel mooi moment. Ja. Ja. En wat we natuurlijk allemaal weten, dankzij professor Scherder, hè, mm -hmm. is dat ja, we moeten meer muziek moeten maken, we moeten, ja. moeten meer bewegen, we moeten, ja, we moeten onze geest uh, verruimen. Ja. Om het maar zo te zeggen. Ja. En in deze tijd, uh, waarin psychische problemen toch een voorname oorzaak zijn van nou ja, ziektes enzovoorts. Uh, is dat natuurlijk wel een, een goed middel. Zeker, ja. En dat is precies wat jij nou zegt... is een van de redenen ook geweest om uh, als muziekschool te kiezen... ook voor die andere ja, route. Uh, van, Jon niet alleen richten op ja. die mensen... die een muziekinstrument weer, willen leren bespelen... Ja. maar ook mensen die zeggen, joh, maar ik wil graag muziek maken... en ik hoef er helemaal niet goed in te zijn of in te worden... maar ik heb gewoon iets nodig om uh, mijn emotie in kwijt te kunnen... of ja. om even mijn gedachten of mijn ja. zinnen te verzetten. Hoe word je lid? Um, je kunt uh, inschrijven voor allerlei verschillende soorten cursussen. Waar? Um, waar je op je onze website. website. Ja, Noem ja, de website ja. maar even: www Oh, Dat is, ja. is makkelijk. Heel makkelijk, ja, 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 ja. ja. Dus zeg het nog een keer: www.hillegomsemuziekschool.nl Nou, ja. dan weten we het wel. Ja, Oké. Okay. <laughs> Goed, die muziekschool, 40 ja. jaar. Uh, jij bent nu directeur, een ja. jaar directeur. Je hebt je ambitieplan. Heb je... Tien jaar directeur, maar een jaar fulltime. Oh ja, sorry. Ja, dat zo, zo... Nee, nee, nee. Goed dat je me verbetert. Goed dat je me verbetert. Nee, prima. Uh, je hebt je beleidsplan uh, ja. nu klaar liggen. En dat is een plan voor de komende... Vier jaar. Vier jaar. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En je hebt een goed bestuur, zeg je. Ja. Waarom is dat bestuur dan zo goed? Um, omdat ze heel erg meedenken. En op, uh, op een andere manier ook meedenken. Want het zijn allemaal mensen die uh, op een of andere manier betrokken zijn bij de muziekschool. Maar geen van hen heeft zelf les. Ik moet even goed nadenken of dat inderdaad nog, nog steeds klopt. Het klopt. Geen van hen heeft zelf les. En dat is ontzettend waardevol, want daardoor kijken zij net anders ook naar een organisatie, ja, ja, ja. maar ook naar muziek, dan ja, ja. dat ik kijk. Want ja. voor mij is muziek persoonlijk ook heel belangrijk. En uh, voor mij zijn heel veel dingen heel normaal die voor andere mensen helemaal niet zo nee. normaal vanzelfsprekend nee. zijn. En dat is heel fijn als je dat soort mensen om je heen hebt, die in een organisatie op de achtergrond met je meedenken. Ja. En ook gewoon af en toe zeggen, joh, uh, dat heb je heel leuk verzonnen, maar uh, dat gaat echt niet werken. Of uh, nee, nou heb je daar of daar wel over ja, nagedacht? Ja, 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 ja. Nou, dat is heel fijn. Oké, okay. ja. dan kijken we nog even naar een uh, ander plaatje. Ja. Ook nog tijdens het jubileum. Ook kent? nog tijdens het jubileum. Wat dit is, dit? Een, uh, is een optreden van uh, een uh, docent met een leerling. Uh, uh, in uh, Plein 28. Het is uh, van Welzijnskompas, een uh, buurtcentrum. Ja. Nou, dat is dus een van die samenwerkingen oh, ja, die we sinds ja. kort hebben. Ja. Dus uh, ja, dat zie je hier terug. Ja. 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 En oh. een taart natuurlijk. <laughs> 40 jaar taart. Ja, Ja, lekker, ja het goed gevierd met elkaar. Ja, ja. prima. prima, ja. prima. Ja. Oké. Okay. Nou, en wat is dit? Dit is um, uh, de flyer van, uh, van, uh, die we hebben uitgedeeld tijdens het uh, jubileumweekend. Uh, ja. Met op de achterkant. Het Hillegoms Volkslied. Oh. En, uh, Is dat nieuw? Of was dat, al? dat was er al en ja. dat was ontzettend. Uh, dat, 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 dat was ontzettend leuk. Dat, dat hing of dat hangt in het gemeentehuis in Hillegom. Maar ja, die melodie was niet helemaal bekend. En, uh... Nou, ik dacht tot drie. Nee. Eén, twee. Nee, <laughs> nou. helaas. Ja. helaas. Maar op onze Instagram staat een filmpje. Okay. Okay. <laughs> maar uh, wat we gedaan hebben is uh, dat we gewoon heel erg graag willen dat iedereen meedoet met muziek. En uh, of je nou goed, ergens goed in bent, ja of nee, dat ja. maakt niet uit. Iedereen moet mee kunnen ja, doen. Precies. Dus we hebben tijdens het jubileumweekend um, de hele Maartenskerk, dus alle mensen die daar zijn. Uh, tijdens het officiële moment hebben we het Heeloms volkslied aangeleerd. Of tenminste, oh. mijn collega moet ik zeggen. Ja, ja. Mijn collega Lida heeft dat okay, uh, gedaan. Okay, okay, en dat okay. deed ze ontzettend goed. Ja. En, uh, en uiteindelijk tot de burgemeester aan toe zaten had oh. uh, zat iedereen heel erg uh, uh, hard mee te zingen. Dus dat was ook, was ook heel leuk. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ik zie daar nog iets staan over gratis proefles. 25 ja. euro korting. Nou, vertel. Ja. Je kunt het hele jaar door bij ons een gratis proefles aanvragen. Ja. Omdat we het gewoon heel belangrijk vinden. Dat je eerst een keer komt proberen. Van joh, is dit het instrument wat bij mij past? Ja, uh, want je mag het wisselen. Ja. Ja, twintig instrumenten zijn twintig instrumenten. Kan je gewoon uh, beginnen met uh, die, weet ik veel, fagot? Uh, uh, ja, uh, die hebben we dan net niet. <laughs> Ze hebben de twintig, noem je net één, die we niet hebben. Ja. Uh, nee, je, je kan beginnen met een instrument. En, uh, en wat het allerhandigste is, ik zeg altijd, als je. Zeker als we het hebben over kinderen. Uh, kinderen denken altijd al gelijk van. die zien iemand een keer drummen, dan denken ze: oh, dat wil ik ook. Ja. Nou, als ouder denk je dan: ja, leuk, maar uh, ja. ga je dat volhouden? Precies. Nou, dan zeg ik altijd: kan je twee dingen doen. Als een kind één instrument heeft wat hij heel graag wil. en al die andere vindt hij niet leuk. Ja. Nou, dan is het gewoon heel makkelijk. Kom een proefles doen bij ons. Kun je ja. kennis maken met het instrument. Ja. en met de docent. Want okay. dan moet je ook wel een beetje een klik ja, mee hebben. Ja, ja. Uh, en dan kan je daarna kijken, joh, uh, doe ik het wel, doe ik het niet, kun je inschrijven voor een abonnement dat je elke week komt of ja. voor een soort strippenkaart. Oh, ja, 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 ja. Nou, als je een kind, een kind hebt wat Eigenlijk muziek maken gewoon superleuk vindt, maar geen idee heeft welk instrument. Dan hebben we een hele leuke cursus: muzikale ontdekkingsreis. Kun je acht weken lang, elke week maken ze kennis met een ander instrument. En zo. zo kunnen ze ook een beetje ontdekken ja. van nou welke instrumenten ja. zijn er eigenlijk en wat zou ik dan willen kiezen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, super. Maar die proefles, die, die kun je dus altijd het hele jaar door ja. aanvragen, kan ook op diezelfde website. En, en je ziet op die, op die flyer ook nog een kortingsactie staan. Die geldt nog tot en met 31 december. Kijk, dus, dus we uh, moeten dus aanspraken. Iedereen die nu kijkt. Ja. Ja. ja, en, en uh, iedereen kan komen, er is geen wachtlijst of zo? Er is geen wachtlijst, Maar nee. nee. jullie hebben, nee. hoeveel docenten ook alweer? We hebben uh, rond de 25 docenten. Allemaal gekwalificeerd? Allemaal met uh, opleiding. Conservatorium opleiding. Allemaal conservatoriumopleiding. Allemaal conservatoriumopleiding. Ja. ja, de uh, korting is leuk, maar wat kost ja. dan zo'n zo appartement? Zo oh, maar... Ik ben nooit zo heel goed met wat de nee. tarieven zijn. Ik kan je eerlijk vertellen dat het niet goedkoop is... Um, want we kiezen bewust voor één op één muziekles ja. bijvoorbeeld. Ja. We kiezen ook voor kwaliteit, dus dat ja. we docenten hebben die, die uh, geschoold zijn. Ja. Um, maar we proberen wel heel erg te kijken van hoe kunnen we nou zorgen ja. dat we wel laagdrempelig zijn, dat het ook voor iedereen toegankelijk is. Want, hoe doe je dat dan? Nou. Um, door zo'n kortingsactie. Okay. Um, maar bijvoorbeeld ook, de, de gemeente subsidieert. Dus als je ja. in Hillegom woont, uh, betaal je een heel stuk minder dan op het moment dat je buiten Hillegom woont. Okay. Want de gemeente subsidieert echt uh, de Hillegomse inwoners en stimuleert die, uh, hen ook om muziek te gaan maken. En, op, en voor mensen waarvoor het echt niet haalbaar is, um, zijn er twee fondsen. Er is een fonds voor kinderen, het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ja. En er is het volwassenenfonds. Ja. Uh, zodat, uh, zodat er eigenlijk voor iedereen wel mogelijkheden zijn. En nou ja, wat ik net al zei, we hebben die abonnementen, maar we hebben ook uh, zo'n strippenkaart, dus een lessenkaart. Ja. Maar we hebben ik, volgens mij iets van drie verschillende abonnementen. En ook vier verschillende soorten lessenkaarten. Zodat we echt een ruim aanbod hebben, zodat er eigenlijk voor iedereen wel iets tussen zit. Ja. Overigens geld, uh, geldt dit voor uh, alle. Verenigingen, alle dingen die je wilt doen in een vereniging, dat de gemeente uh, via het Sport en Cultuurfonds, zijn je? Ja, Jeugdfonds Sport en Cultuur. Jeugdfonds ja. Sport en Cultuur. Uh, kan je een aanvraag doen als je financieel in de, in de problemen zit of het echt niet kan betalen of ja. wat voor vorm je daar ook aan geeft? Ja. Dus, uh, nou ja, uh, 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 niets, niets staat iemand in de weg om uh, lid te worden van de Hillegomse Muziekschool, nee, hè? Nee, nee. nee qua financiën in ieder geval niet. Min of meer. Min of meer. Okay. We doen ons best ja. om te zorgen dat het voor iedereen toegankelijk okay. is. Oké, ja. oké. Okay, okay. ja. Um, we waren natuurlijk uh, vooruitgeschoven met de ja. foto's, dus ik schuif nu even terug. Ja. Zeg jij maar stop. Nou, volgens mij was ik iets te ver. Nee, deze hebben we gehad. Ja. Of niet? Dit zijn foto's. Ja. Van het uh, pepernotenconcert. wat de kinderen gisteren hebben gegeven. Dus het is echt vers van ja, de pers. Ja, ja, ja. ja. Okay. Uh, we hebben. nou, naast de muzieklessen die we geven op de muziekschool. Hebben we ook, uh, willen we ook heel graag dat de kinderen leren om op te treden. En uh, om te laten horen van. Nou, wat heb ik nou eigenlijk ja. geleerd? Hebben ja. ze ook een doel om naartoe te werken? Ja. En uh, ja, en we geven elk jaar. Een pepernotenconcert okay. in de bibliotheek. Okay. Dus je ziet ook de boekjes op de achtergrond. En ze kunnen en er een pepernoot uh... van, hè, uh, Flanagan? <laughs> <laughs> ze konden het heel <laughs> ja, goed. <laughs> ja, ja. <laughs> en ze kregen een afloop pepernoten. Ja, 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 precies. Ja, ja. precies. Oké, okay. ja. uh, ik ga terug. Ja. Nou, oh, dus dat dit, is ook, ja, ook uh, geweldig. Ja. 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 ja, dit is Evan en die heeft gisteren voor het allereerst opgetreden, oh. want die zit nog maar een paar weken op violes. En dat was best spannend, maar dat deed hij ontzettend goed. Leuk zeg. Ja. Ja, en het leuke is, dit is dus, uh, nou ja, ik mag dus mee dan. Want ja, de docenten zijn allemaal aan het werk. Ja. Dus ik zeg altijd, ik mag de leuke dingen doen. Ja. Dus ja. ik ben dan een middag mee met de kinderen naar de bibliotheek uh, voor, het, uh, voor het optreden. Dus okay. het voelt als een soort schoolreisje. Ja. Nadien, je hebt ja. een, een gloedvol betoog gehouden voor de Heelichamse <laughs> Muziekschool. Ja. Je ambitieniveau heb je aangegeven dat je de Muziek Muziekschool breder wil trekken dan ja. alleen maar het pand aan de Van de ja. hè? Ja. Uh, nou, dat is een heel mooi streven vinden wij als Bollestreek Omroep. Uh, ga zo door en uh, nou, volgens mij komt dat helemaal goed met die hele Muziekschool. Wil je nog iets kwijt dat je zegt van, nou, dat ben ik, wil ik nog zeggen? Dat wil ik nog zeggen. Ik denk dat ik al heel veel gezegd heb. Uh, wat wil ik nog kwijt? Ja, dat ik zo vaak hoor van mensen dat het uh, te duur is en dat ja. muziekles voor hun kinderen niet kan. Maar ja. maak alsjeblieft gebruik van dat jeugdfonds, sport ja. en cultuur. Want we merken dat dat geld echt blijft liggen en uh, dat we echt heel erg ons best moeten doen om te zorgen dat dat, dat dat besteed wordt. En ja, wij willen zo graag al die kinderen die kans geven. Dus. Uh, ja, stap ook gerust binnen als je denkt: ik weet niet hoe ik het, hoe ik het in moet vullen. Of, kunnen ze bij jou terecht? Uh, dan kunnen ze ook bij mij terecht. Ze hebben jou nu gezien. Ze hebben mij nu gezien. Dat dus, nou, ja. hartstikke aardig. Nou, gelukkig. He. Dus uh, je kan gewoon bij ja. mij terecht. En uh, ja, dan helpen we je om de juiste route te vinden. om te Top. zorgen dat jouw kind ook uh, nou, muziekles kan krijgen. Nou, dat komt helemaal goed. Ja. En hopelijk kunnen de, de Hillegommers uh, daarna de hele bolle voorzien van uh, hun muzikale kwaliteiten. <laughs> nou, daar gaan we voor. Nadine, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Oké. Okay. Ja. U kunt nu kijken naar Kunst op straat. De tweede gast vanavond in Podium Bollenstreek is Hug Tielemans. Hug is uh, lid, of die nog een andere functie heeft, dat gaan we zo horen. Van het Voorhoudskamerkoor. Ik had er nog nooit van gehoord. Nou, dat misschien jullie ook niet. En dat gaan we dan vanavond uh, horen van Hug. Hug, hartelijk welkom. Ja. Op deze vrijdagavond. Ja, zegt dat wel. Zit je, ja. zit je zomaar in Podium Bollestreek. Ja, ja en die gaat vertellen over het Voorhoudskamerkoor. Mijn eerste vraag: waarom heet het Kamerkoor? Nou, een Kamerkoor, in, in tegenstelling tot een groot koor, is gewoon een klein koor. Ja. Dus, Past in een kamer? Uh, bijvoorbeeld. Ja. Dus de mensen die dat hebben opgericht, die zijn ervan uitgegaan van, nou, zo'n twintig mensen. En dat is eigenlijk wel genoeg. Groot, dat is een behoorlijke kamer. Ja, dat is een behoorlijke kamer. Maar uh, oh. ja, het, het houdt het lekker klein. Ja. En je ja. zit niet in grote concertzalen. Ja. Dat zijn kleine kerkjes of iets wat daarop blijkt. Okay. En de voorhoud, omdat het uh, opgericht is in voorhoud. Hoe lang is, geleden? 25 jaar, want we bestaan dit jaar 25 jaar. En daarom jaar. zit je ook hier. En daarom zit ik hier. Ja. Onder andere. Ja, ja, ja. Ja, ja. Want jullie gaan iets doen aan dat 25-jaar-jubileum? Dat hebben we al gedaan. Doe Het maar. afgelopen jaar Doe hebben maar. we diverse activiteiten ontwikkeld. Uh, om een indruk te geven, we zijn uh, op Koningsdag, geloof ik, gestart in de Boerhaventuin met een concert, een lenteconcert. Want dat was de opzet van... Uh, we gaan de seizoenen langs. Oh ja. We gaan in de zomer optreden. Dat is Vivaldi, hè? Uh, we gaan de seizoenen langs. Ja, we <laughs> ja, hebben we ook gezongen. Ja, ja. Uh, in de zomer. Ja. En uh, ook in de herfst. En we eindigen met hier... de Messiah van okay. Hendel. Okay. Uh, niet dat dat per se een winters gebeuren is... maar dat past uh, hou, wel. Uh, hou dat boek nog even om, omhoog. Een ja. beetje bij je hoofd. Beetje zo. Dan, dan is het goed in beeld. Ja. De Messiah van Hendel. Ja. ja. Oké. Okay. Dit, dit, dit hele boek staat vol met muziek. Vol met muziek. Pagina's na pagina. Uh, moet je dat uit je hoofd leren? Dat hoeven we gelukkig niet uit ons hoofd te leren. Oké. Okay. Maar er wordt wel van ons verwacht dat uh, zeg maar de noten die we moeten zingen, dat we die allemaal wel onder de knie hebben. Even wachten. De noten die we moeten zingen. Ja. Ho ho hoeveel noten. Nou, dat zijn er uh, duizenden. Duizenden. Ja, ja maar, want die het moet, is... maar die moet je dus uit je hoofd kennen. Nee, dan heb je de partituur bij. Ja, ja, ja. He, okay. Dus als wij, we hebben volgende week concert en dan hebben we onze partituur bij. En dan mogen we uit te zingen. Uh, niet alleen maar in dat boek kijken, maar er wordt van ons ook verwacht dat we naar de dirigent kijken, natuurlijk. Ja, anders ja. staat die dirigent over niks. Dat is uh, toch meestal zo, natuurlijk? Of nee, dat is helemaal oh, niet zo. Oh, 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 oh. Nee, oh. Dirigent is echt heel belangrijk. Het, ja? Nou, ja. En vooral ook tijdens de. de ...periode daar begraven. was een grapje afgaan. overigens, hè? was een grapje. En dirigent, excuus. Want we zijn hiermee begonnen, ik denk, vorig jaar, januari, februari. En daartussendoor hebben we ook die lente- en die zomerconcerten moeten voorbereiden. Ja, dus we ja. hebben een ontzettend druk programma. Hoe lang druk. ben je daarmee bezig? Eén uh, keer per week oefenen? Uh, Eén keer per repeteren. week oefenen op woensdagavond. Ja? En zo, nu en dan hebben we een weekend uh, dat we gewoon lekker door kunnen zingen. Ja. Maar uh, iedere woensdagavond twee uur uh, repetitie. Okay. En dan wordt er hard gewerkt. Ja. En thuis, niet te vergeten. Ja, 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 ja. Want dat wordt wel van ons verwacht. Doe je dat, je dat we... ook? Ja, dat doen, dat doen we allemaal. <laughs> okay. Soms zegt de dirigent van jullie moeten dat nog beter thuis bestuderen. Maar ja. over het algemeen uh, hebben we dat al goed voorbereid. Okay. Ja. We zien hier een, een poster. Ja. Uh, nou, je kan, vertel daar maar iets over. Ik zal er iets over vertellen. Je ziet er staan dat we uit gaan voeren de Messia van Hendel. Dat is een van de de grote werken. Zeg maar op Radio 4 uh, hebben ze de afgelopen maanden de, de mooiste 200 klassieke uh, zender, Klassieke zender, ja. precies. En ik geloof dat Hendel met zijn Messia op de vijfde plek stond. Al jaren staat de Matthäus Passion bovenaan. Ja, maar Hendel zit daar wel heel erg dichtbij. Ja, 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 ja. En, en want er wordt ook waar, vaak een, een, een vergelijking getrokken. Hè, van wat is nou mooier, de Matthäus of de Messiah? Hè? Persoonlijk toch? Dat is heel persoonlijk. Ja. Het is ook heel anders. Kijk, de... Wat is er anders aan? Nou, de Matthäus is een verhaal. Daar, ja. daar pak je de Bijbel en dan krijg je het evangelie van Matthäus. Ja. En dat wordt letterlijk gevolgd, afgewisseld met ja. aria's en koorstukken. Ja. 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 Maar het verhaal blijft intact. Ja, ja. Het is een hele dramatische vertelling. Ja. Dat is dit niet... Dit bestaat uit drie delen. Het eerste deel, dat is eigenlijk uh, alles rond de geboorte van Christus, kerstmis. En we voeren het nu ook uit vlak voor de kerst. Ja. En mensen denken dat het eigenlijk een kerstoratorium is, ja, ja. maar het kan op ieder moment van het jaar uh, kan ja. het uitgevoerd ja. worden. Want het tweede deel gaat helemaal over de, de passie, het lijden en het sterven van Christus. Ja, en het derde deel... Ja, dan zijn we al in de hemel, bij wijze van spreken. Dus eigenlijk is het kerstmis, paas, hemelvaart. Ja, dat kun je wel zeggen. Zo zou je het kunnen zeggen, Zo als je in de christelijke feestdagen ja, 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 uh, ja. rangschikt. Want de messia is natuurlijk messias. Is messias maar de het verlosser. Waarom messia dan? Hartelijk? Nou, de messia, de messias, betekent de verlosser. Ja, nou, ja. Christus wordt maar waarom heeft het geen messias? Waarom heet het messia? Omdat uh, het in het Engels geschreven Ach, is. Nou ja. En we zingen het ook in het Engels. Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. ja <laughs> Dan ja. ging later een belletje bij mij rinkelen dat het ja, internationaal was. Ja, 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 ja precies. Oké, okay, ik zie staan. Ik heb mijn bril nu op. Maar 10 december? Uh, 10 december. Ja? Dat is uh, volgende week zaterdag om half acht beginnen we in de Juliana -kerk in Sassenheim. Dat is niet Voorhout, dus in Sassenheim. Ja. Kom, dat kan. Dat zo maar. omdat het, het kerkje waar wij normaal een concert geven, dat is dat kleine kerkje vlak naast de rooms Katholieke Kerk ja? in Voorhout. Ja. En ja, dat is een heel klein kerkje, en daar kunnen niet meer dan 100 mensen in. Ja, nou, we verwachten meer dan 100 mensen. Hoeveel, uh, je hebt nog kaarten? Er ja, kaarten? er zijn nog kaarten. Er zijn er nu zo'n 250 verkocht, maar we ja. hebben nog kaarten. En hoeveel mensen kunnen? Er ik in? geloof dat er 300 in kunnen. Oké, okay, dus nog vijf, de 50 laatste ja, kaarten. Ja, dat we zou moeten wel even, heel, ja, we heel moeten leuk even kijken Mensen. Ja. Uh, misschien dat er nog wel 400 in kunnen. Dat en, weet ik niet. En eigenlijk. waar moeten ze zijn om kaarten te bestellen? Uh, nou, dat staat hier niet op, zie je. Nee. Nee, BBB. jawel, kaarten oh, bij ja. voorkeur oh, ja. verkrijgbaar oh, ja. vooral bestellen. Zie het voorhoudskamerkoor. Dus dat gaat digitaal allemaal. Digitaal. En of uh, via de leden, want ik heb ook een aantal kaarten bij vrienden Ja, uh, zet ik toch voorkeur. mijn bril even op, want dat is wel handig dat de presentator dat ja. het ook weet. Uh, kaarten bij voorkeur vooral bestellen, uh, zie voorhoudskamerkoor.nl. Nou, ja, is mensen, voorhoudskamerkoor.nl. Dan, uh, dan kan je de kaarten bestellen. En 250 mensen zijn jullie al voorgegaan, dus... We kunnen er nog bij. We ja, kunnen er nog bij. er nog bij. Oké, okay, Hug. Uh, hoe lang ben jij al? Uh... Nou, ik wilde nog even ja. nog naar die poster ja, kijken. Ja, natuurlijk. Want we worden begeleid door het Nationaal Symfonisch oh, ja. Kamerorkest. Ja, Dat zijn ja, ja. professionele muzici. Ja. En uh, dat is een uitzondering. Omdat we feest hebben, 25 jaar, ja. wilden we een groot werk uitvoeren. Ja. En we wilden daar ook solisten bij hebben. En een, een echt orkest bij hebben. Ja. Dat kost natuurlijk nogal wat. Ja. Uh, en gelukkig zijn we door, van diverse kanten zijn we geholpen. Ik zal ze even opnoemen, mag dat? Van mij mag alles. Uh, uh, Fonds 1818. Uh, het Prins-Bernhard Cultuurfonds, Stichting Kringloop Voorhoud en het Jacoba van Beieren Fonds Stijlingen. Die hebben ons niet alleen hier geld verschaft, maar ook in die uh, lente, zomer en, uh, okay. zo, en ja. ja, 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 ja. ja, ja. En ja, dat hebben we wel nodig, want zo'n uh, orkest moet je afvuren en die solisten moeten betaald worden. En de dirigent wordt uiteraard betaald. Ja. Dus ja, nou. ja, want ik wilde nog vragen. Uh, we laten de poster even staan hoor. En als je daar daarop terug wil komen, is, is, is prima. Maar een kamerkoor, speelt dat altijd met of zonder muziek? Nou, wel, je bedoelt begeleiding. Ja. Ja. Muziek. Dat, dat ja, ja, nee, ja, 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 verbeter me maar. Begeleiding. Nou, ja? uh, het, meestal zingen we a cappella. Ja? Dat betekent zonder begeleiding. Ja, dat dacht ik al. Hè? Uh, wat er nog wel eens bij is, is een organist. Ja? Hè? Afhankelijk van het werk. Ja. Hè? Maar uh, ja, zo gauw we uh, begeleiding nodig hebben, kost dat geld. Ja. En uh, ja. Uh, Zoveel geld hebben we natuurlijk niet. Nee, nee, nee. Ik hoor de gemeente uh, niet. Je... Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Dan oh. moet ik bij de penningmeester zijn. Oh. Dat zou ik niet precies nou, weten. Als, als het zo is, gemeente, gemeente hmm. Ja, ja. Internationaal gezelschap, nu. Uh, in de, in, weliswaar in de Sasenaamse kerk, maar voorhouders zijn natuurlijk ook van harte welkom. Ja, Ach, ja, we zijn toch ja. gewoon de bolstrek. Ja, en we treden niet alleen ja. op in, uh, in voorhoud, want. Uh, bijvoorbeeld uh, in het najaar, ja, tijdens Monumentendag, uh, zijn we opgetreden in, uh, bij Slot Teilingen. Okay. Jacoba van Beieren. Ja, 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 ja. En uh, een van onze leden, Margreet, uh, Margriet, nee, uh, Marleen van Leeuwen, die heeft een tekst gemaakt over het leven van Jacoba van Beieren... Uh, samen met Crescendo, dat is de fanfare of harmonie, moet ik zeggen, uit Sassenheim... Ja. hebben we een hele voorstelling van een uur gemaakt. Er werd toneel gespeeld, dus we hadden ook allerlei kledij aan. Er waren kinderen ingeschakeld die een belangrijke rol speelden. Okay. Het werd afgewisseld met ja. uh, de harmonie ja. en zingen enzovoorts. Ja. Ja. Fantastisch in de, daar ja, uh, ja, schitterend. monumenten dag. Heb je alles verteld over de poster? Wat jij wilde vertellen? Over de poster heb ik alles verteld, ja, ja. Want we hebben nog meer beeldmateriaal. Nou, alleen... Nee, nog één ding. Okay, we hebben daar maar. staat onder leiding van uh, Ilia Belianko. Ja? Dat is onze, onze uh, dirigent. Dat is jullie vaste dirigent? Onze vaste dirigent. En niet zomaar een dirigent. Het is een hele goeie. Met een hele goede opleiding. Hij komt eigenlijk, is die afkomstig uit Rusland. Uh, daarna in Israël, een opleiding ja. gevolgd. En hij is nu al, nou ik denk 15 jaar, dirigent van ons koor. Okay. Is, 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 dat, is dat het enige orkest waar hij dirigent nee, van is? Nee, nee, nee dat nee. dacht nou, ik niet. Nou. Hij moet natuurlijk uh, ja, ja, ja. wel koren en uh, ja, 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 orkesten ja, 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 ja. leiden om gewoon aan... Uh, voldoende inkomen te komen. Dus mensen, uh, kom 10 december naar de. Uh, hoe heet het ook alweer? De kerk in uh, in, Sas in Ja, Sassenen? dat is de Juliana Kerk. Juliana Kerk. kerk. Dat. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, er zijn nog 50, 60, 70 kaarten. Dus snel handelen. We gaan uh, nog even naar andere foto's kijken, uur. Ja, dat is dat goed. Doen? Wat is dit? Ja, dit is een, een foto. We bestaan 25 jaar, heb ik gezegd. Ja. Dit is er eentje van, ik denk, 15 jaar geleden. Toen maar. En het is wel aardig, want ik ben nu 10 jaar lid. Dus ik ken maar heel weinig mensen van dit, van dit gezelschap. De verloop is de, wel redelijk groot. Dus. De tweede links, tweede rechts. En de rest is allemaal al vertrokken. Ja, ja, ja. Want dat verloop, dat is er wel. Ja, 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 ja. Maar ja, we, we zorgen dat we altijd zo'n twintig uh, leden overhouden. Ja, en er zijn ook leden die terugkomen. Ja. Hè, die zijn een tijdje weg geweest. Ja. Dus uh, hier zien ze er ook feestelijk uit. Dit ja. is bij het kerkje in, uh, in Voorhout waar ja. wij altijd repeteren. Oh ja. Prachtig. Wat is het? Roos op? Ja. De dames? Feestelijk. Ja. Deze keer hebben de heren bijvoorbeeld allemaal een, uh, een zilveren strikje okay. op. Omdat we 25 jaar ja, ja. zilver ja, ik snap zilveren feest hebben. Ja, ik snap het. Dit is onze dirigent. Je ziet hier een concert waar ook uh, begeleiding is ingeschakeld. En uh, ja, het is een, uh, ik heb al gezegd een uitstekende dirigent. Ja, ik ja, sta ja. er iedere keer versteld van hoe hij de fouten eruit haalt wanneer hij zo'n groep mensen voor zich geeft. Hij hoort alles. Hij hoort echt alles. Dus het is een hij, kunst he dirigeren. Ja, ja dat, dat hebben we natuurlijk kunst. bij Maestro, dat is wel leuk van het programma Maestro. Ja. Ik weet niet of hij daar, daar was. Nou, nou, had. Ik, ja, nou ga ik even opscheppen. Ik ben twee jaar geleden de maestro van Lissacher. Oh! Maar daar praten <laughs> we verder niet over. Nee, is echt de maestro. Ja, hij was de maestro. Ja. Dus hij kan hem vervangen. Als dat doe zou ik moeten. ook wel eens. Als hij afwezig is, dan neem ik dat over. Ja. Oké, okay, leuk. Ja. leuk. Ja, dit is ja. Uh, de Boerhaventuin. Ons ja. concert met Koningsdag. Oh, ja. Je ziet, de kinderen waren ingeschakeld. Dit was nog tijdens een repetitie. Ja. En uh, even later in de middag hebben we twee keer hebben we dit uitgevoerd. Ja, en er waren heel veel mensen. En het was een prachtige dag. Schitterend ja. weer. Ja. En een heel leuk programma. Het Kamerkoor staat achter de kinderen? Staat achter de kinderen. En wat, wat was de, de rol van de kinderen? Nou, ook dansjes ja, ja, ja. Ja, en ja, dat okay. soort meer. Eh, allemaal ja. rond de lente. Ja, ja, ja een lenteverhaal. Ja, ja. Ja, ja, ze zien er ook bloemrijk uit. Ja. Leuk. Hier zie je ze weer in een oh, andere outfit, oh, ja, ja. Een outfit. En daar staan wij dan met z'n allen. Ja. Lekker te zingen. Ja. Zing je ook Nederlands? We zingen ook wel Nederlands, maar nou niet veel. Nee. Want ja, het meeste is heel veel Latijn. Want religieuze muziek, ja, ja dankzij die kerk hebben we zoveel, uh, zoveel mooie muziek. Ja, ja, want anders hadden we dat allemaal niet nou, gehad. De kerk is de kerk. Dat hadden we, dat hadden we net bij Nadien hadden we het daar ook over dat de kerk toch wel een hele belangrijke rol speelt... Ja, in het muzikale ja. geweten, zeg ja, maar. Hè? Absoluut, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat is in ieders leven... Uh, uh, heeft, heeft iedereen dat kunnen merken... Van, vanuit de kerk ja. ben je vaak muzikaal geworden. Ja, ja, ja. 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 Nou, je ziet hier... Het is het uh, publiek aanwezig... Ja, dat was een ongelooflijk feestelijke middag. En dat is nog eens een keer herhaald met een zomerprogramma. Vivaldi, onder andere. Uh, ook in Voorhout, in een, in een van de parken daar tussen de bomen in. Ja. En daarna uh, Tijlingen, slottijlingen. Ja. Want het, jullie zijn niet van plan om de naam te veranderen in Tijlings. Kamerkoor? Uh, nee, ik heb wel eens voorgesteld om daar een Bollenstreekskamerkoor kamerkoor ja. van te maken. Omdat ja. uh, ik denk dat er bij elkaar vijf voorhouders in ja, zitten. Maar wij uit Lissen, want ik kom zelf uit Lissen, ja. wij zijn met vier lissers en er zijn een paar Sassenheimers. Ja. Dus het is een. Ja, maar, 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 ja. maar de stichters, ja. want ja, die ja. zitten er nog bij. Nee, daar, nee, daar, daar beginnen we niet aan. Het ja, blijft ja. voorhoudskamerkoor. Ja, 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 ja. Nou ja, oké. Okay. Nou, we laten deze foto nog even staan. Ja. Um, Oké, okay, uh, Hug, um, een kamerkoor, um, Nou, maximaal twintig mensen die, uh, die uh, lid zijn van zo'n ja, koor. Het verloop is uh, redelijk groot. Wat ja, heb, wat heb, heb, heb je nog wat nodig binnenkort? Ja, binnenkort, want het is zo, nu met uh, de uitvoering van de Messiah hebben we een, een beetje versterking van een man of vrouw of ja. zes. Die heb je al? Die hebben we al, ja. die hebben ook uh, ja. het hele ja, jaar meegerepeteerd. ja. Mee moet, ja, en die, uh, maar daar zijn er, ik geloof, drie van die gezegd hebben: van nou, ik blijf bij jullie hangen, okay. want het bevalt ons eigenlijk. Want de sfeer he, is gewoon goed. De sfeer doen, is heel gezellig. Jullie ja. doen daarnaast ook nog andere dingen met. Nee. Nou, dit jubileum, ik heb gehoord van het bestuur dat we in januari nog iets gezellig gaan doen. Maar dat houden ze nog een beetje geheim. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat, dat weten we Muziek nog. is al gezellig, toch? Maar het is eens in de maand duiken we daar de kroeg in in, in voorhoud. Uh... Maar zoals bij de Hillegomse muziekschool is het niet zo dat mensen zomaar kunnen aanlopen en zeggen van nou, ik wil meedoen. Nee, het gaat bij ons zo. Als mensen lid willen worden, dan kunnen ze... Komen kijken en een beetje meezingen. Want wanneer en, jullie repeteren hoe ze gaan? Waar? En dan na een, uh, een paar keer, dan moeten ze auditie doen. Dus okay. wij hebben allemaal bij onze dirigent en bij uh, het bestuur auditie moeten doen voordat met, je toe Met de hand hoort. op de piano? <laughs> ja, toch? Wat bedoel je? met nou, Als je auditie doet, dan moet je, dan moet je zingen. Dan, ja, dan, dan, ja, en dan uh, sta je bij de pianist. Ja, ja, zo, zo heb ik auditie gedaan. Ja. Een paar keer. Ja. Uh, met de hand op de piano uh, zo. Oh, ja, nou ja, ja dat ja, is dan ja, de stand die ja, je aanneemt. Ja, ja, ja. Maar er worden ook mensen afgewezen. Maar er worden, ja, dat ja. komt voor, ja. Ja, dat komt voor. Ja. voor. Huug. Uh, ja, prachtig verhaal over, over het Voorhout Kamerkoor. ja. ja. Uh, je hebt verteld over de geschiedenis, je hebt verteld over de toekomst, je hebt verteld over het concert van volgende week zaterdag. Ja. Uh, ja, de vraag aan het eind van het gesprek is voor mij altijd: van, Wil je nog iets te nou, doen brengen? Het is misschien ook wel leuk van uh, hoe komen wij aan onze muziek? Ja, Hè, want nou, maar. er moet een keuze gemaakt ja. worden. We zijn nu klaar, de Messiah hebben ja. we gezongen. En wat gaan we volgend jaar doen? Ja. Nou, dan is er een muziekcommissie van hm. drie mensen waar ik ja. zelf ook in zit. Ja. Uh, en wij gaan op zoek: we, we gaan eerst op zoek naar een thema. We hebben nu een thema gevonden van. Uh, ...als het ware van leven naar dood. Dus het leven het in zijn geheel. Ja. En uh, we zijn toevallig van de week uh, bij elkaar geweest. En ik had uh, vanuit mijn verzameling uh, acht requiems meegenomen. Oef. En uh, die geef ik dan aan mijn collega. Dat het gaat uh, wel erg en... over de dood. Ja, uh, maar daar eindigt het mee. Oh, ja, oh, oh. Nou, dan kunnen we in januari tenminste uh. met iets groots beginnen. Uh, en, uh. en dan daarna komt er wel van alles weer bij. Denk je weer van Mozart? Wat zeg je? De requiem van Mozart? Mozart, ja, daar heb je een heel orkestje bij nodig. Ja, dat is waar. En uh, nee, dat wil niet. Maar er zijn hele mooie. Dus ik had allemaal a cappella, uh, okay. want ik verzamel zelf allemaal requiems, dus ik heb er 150 thuis liggen. Ja. Dus ik heb er acht meegenomen en die uh, hebben ze nu als huiswerk mee naar huis gekregen. Oh, ja, ja. Ja. dat wordt dan het nieuwe programma. Ja. En zo'n muziekcommissie, dat werkt, heel leuk. Hè? We komen met voorstellen, die gaan naar de dirigent toe. En die zegt van dit kunnen jullie aan of dat is te moeilijk. En zo ontstaat er weer een nieuw programma. Oké, okay. nou, prachtig verhaal. En goed dat je hier bent. Fijn. Fijn. Om te vertellen over het Voorhoudskamerkoor. Er zijn nog 50, 60, 70 kaarten. We zitten nu vrijdagavond. Het is volgende week zaterdag. Dus mensen, trek je schoenen aan. En ga. Nou ja, dat hoeft niet. Ik bedoel, je gaat achter je computer zitten en je bestelt die kaarten. Punt. Heel hartelijk dank. Graag gedaan. En uh, veel succes met je optreden en uh, je verdere muzikale carrière. Dank je wel. Oké. Okay. Dit was Podium Bollenstreek voor deze week. Volgende week is er weer een nieuwe. Dag.